Het verhaal van Persephone, deel 5. Toen ze dat hoorde, trok Demeter zich terug in haar tempel. Ze at niets meer, dronk niets meer en staarde voor zich uit, treurend om haar kind, haar Persephone. Buiten verkilde de aarde. Alles werd dor, grauw en koud. En niets onziende hongersnood begon. Onweert het? Nee, dat was mijn maag. Ik heb zo'n honger. Niet aan denken. Hoe kan ik er niet aan denken als mijn maag me er iedere keer aan herinnert? Heb je honger? Dat zei ik al. Bijt op je hand. Wat eet ik dan morgen? De andere kant. Zeus wist dat hij iets moest doen, anders was het met de mensheid gedaan. Dus stuurde hij Hermes, de goddelijke boodschapper, naar de onderwereld om Persephone terug te halen.